Ik kijk altijd naar de jaren 60 zonder heimwee. Ik denk van, we hebben het gehad. En het was een fantastische, boeiende periode. Maar ik kijk daar met heel gemengde gevoelens op neer. Want het was zo'n gevecht, zo'n strijd, zo'n frustratie, zo'n... Dus telkens wanneer ik het positieve ervan zie en ze zeggen, oh, het was toch leuk om dit en dat. Ik zeg, god, ja, maar Sandra, daar was het inderdaad weer eens vechten en vechten tegen de censuur was vechten.